Yo, hallo kijkers van Gaming and the Craft. Hier weer een nieuwe update, zoals jullie zien. Update nummer 5 bij Baron. Nee, Draenor Village. Ah, ik had steeds de namen door elkaar. Maar ja, Draenor Village dus. Jullie mogen een paar dingen niet zien, want dat is daar rechts en daar links. Dus even jullie ogen dicht als ik hier doorheen loop. Nee, maar. Nee, dat links zien jullie een soort van allemaal bomen en zo. Maar dat krijgen jullie in update nummer 6. Dat is Draenor Manor. Dat hoort een beetje bij Draenor Village, want... Draenor Manor, Draenor Village, het allebei wordt je erin hoor, snap je? Voor de VMBO's onder ons, niks tegen VMBO's hoor. Maar, en rechts, daar is ook iets, een haven, dat is Port Sarim. Dan krijg je een update nummer 6 te zien. Nee, zeg ik het goed? Ja, 6, dus de overvolgende update, zeg maar, om het zo even te zeggen. Maar hier is het dan. Draenor Village. Het heeft ons, ja... korter geduurd dan het lijkt, want nou ja, als je het even kijkt qua tijd, heeft het ons best lang geduurd. Omdat de scholen weer zijn begonnen en dat neemt tijd in, dat zullen jullie wel weten. Voor sommigen in het noorden, denk ik, zullen de scholen nog niet zijn begonnen, maar dat weet ik niet. Maar ik begin even met uitleggen. Dit is een lodestone. Een lodestone is een soort van grote steen. Waar je op spant als je hebt gedoneerd. Dus mensen die hebben gedoneerd, die kunnen naar stukjes toe warpen. Dus dan doen ze slash warp Draenor Village ofzo. Of warp Draenor, omdat dit Draenor Village heet en dat Draenor Manor. Dus het zit allebei weer dezelfde naam zoals ik net zei. En donators kunnen dus hierheen warpen. En die staan ze gelijk hier. Poep, klaar. En niet donators, die moeten lekker lopen. Nou, hier is dan de hoofdingang van Draenor Village. Zoals de meeste jullie hem zullen herkennen. Nou ja, gewoon wat random huisjes. Nou ja, random zijn we op aangebouwd. Een granenveldje. Als ik dit helemaal vol zou zetten, dan zou iedereen heel veel geld gaan verdienen. Dus ik heb het een beetje verspreid met waterdingetjes. Ik zal wel even een paar huisjes laten zien. Een kleedje, klerenkast, lange tafel. Nog een klerenkast, ja. Je bent volgens mij een vrouw. Nog een klerenkast. Tafeltje, kijk wat leuk is om bij tafeltjes te doen. Moet een tafelkleedje erop. Ik wil ook even bij die andere, dat is wel mooi. Staat al mooier dan dat alles helemaal bruin is. Ik vind het zo mooi als alles helemaal gelijk is en helemaal poep. Net zoals een dirthuisje. Nou, niemand vindt dat mooi, maar... Oké. Dit lijkt op een beetje schaal, maar dat is het niet. Het is gewoon een tafel met een boekenplankje en een normaal plankje. Nou, hebben we weer boven. Is alles ook weer gedecoreerd. Dit matje ligt er ook echt in RuneScape. Deze paal is een jashanger ding. Ja, zit er ook echt in RuneScape. Een waterput. Een gaar huisje. Ik wist niet wat ik ervan moest maken, maar het was een soort van opslaghuisje. Dus ja, dat hoeft ook allemaal niet zo gedetailleerd te maken. En een boekenkastje met een glitch. Glitch. En hier een karrewiel. Het lijkt meer op een tractor. Maar het moet een soort van car zijn die zeg maar zo kan rijden zo. En dan met kisten erop, weet je wel. Dat je, nou ja, dat is wel bijzonder. Ik kan toch niks met de kist doen. Hier komen we een beetje op het pleintje, ook weer een huisje. Hier staat een soort van heks, een heksenketel met dat vuur of lava eronder. En hier komen we op een marktje. Op een marktje kan je bij Fortunato, wat ik veel zo heten die gozer ook in RuneScape, dus ik had hem hier ook maar genoemd. Kan je voor 5 emeralds kan je water kopen, dan droog je niet uit. Nou ja, dat is niet zo heel leuk, maar hier hebben we, wacht, jullie mogen het niet zien. Bij Django. Kan je voor 10 emeralds kan je een cake kopen, als je honger hebt. 10 emeralds kan je 3 torches kopen, geen idee wat je daarmee kan, maar... misschien dat we nog kunnen instellen dat je iets van torches, dat die licht geven ofzo. Ja, ze geven wel licht maar in je hand. En een firework voor 20 emeralds. Volgens mij krijg ik dan meteen 3. Zoals je kijken. Oh nee, eentje maar. Wacht, ik verander dat wel even dat mensen er meer krijgen. Slash. More boots. Caps. Dan gaan we voor 20 emeralds krijg je er 5. Zo, dan kan je een mooi vuurwerk afsteken. Je moet een pig farm voorstellen, maar die pigs die konden we niet. Want deze vent staat open. En het zou een beetje naaiend zijn als alleen donators daar doorheen kunnen. Dus we hadden dit er maar van gemaakt. Hier hebben we de bank. De bank kan iedereen gebruiken. Niet alleen voor de next, maar gewoon echt iedereen. Voor een chest.
pak je voor Velador, pak je voor Varrock. Huh. Draenor Village wordt ge... Of zeg ik nou goed? Ja, Draenor Village. You look epic. Draenor Village wordt geen kingdom, want het is net iets te klein voor. Maar... Varrock en Velador en Lumbris en Alcarid. En even kijken, misschien Karamia zelfs, misschien dat ik dat ga maken. Dat weet ik niet, maar dat zien we dan wel. Hier kan je bij, oeps, kan je banker, kan je 64 emeralds voor 1 emerald blok. Voor dure items zou je met emerald blocks moeten betalen, dat is zeg maar net iets specialer om het te krijgen. Dus dan, moeilijke dingen zijn het moeilijker om te krijgen. Dus, ja, dat was het beetje over het geld. Dan je nog een stom huisje. Dan komen we hier bij het parkje. Je denkt, oh, het is een beautiful parkje. Oh, zo rustgevend. Maar er staat gewoon midden in het park, staat gewoon een gevangenis. Musician. Weet ik hoe je dat in het Engels spelt. Musician. Geen idee. Maar dan kan je voor één... Oh, dan moet nog even een emerald worden veranderd. Dat zou ik nu meteen doen. Kut. Hoe val ik er nou? Ja. Kan je... brood bij hem kopen en dan kan je weer rennen. Hier laat ik wel even de jail zien. En hier is een... Oeps, daar mag ik ook wel misschien. Wacht even, wacht even. Dat is de Wizard Tower. Dit is niet de Wizard Tower hoor. Daar moet je niet veel van verwachten. Want dit is gewoon een soort van uitkijkpost. Maar hier is de jail. Moest er een beetje van die scherpe punten lijken. Dat heb ik maar zo gedaan. Kijk eerst wel even binnen naar de gewone jail. Nou, het is gewoon een bed volgens mij. Kijk wel even. Ja, gewoon een bedje, verder niets. En hier komen we bij de execution room. Nou, boekenkast voor alle gereedschappen. Dan ga je hier zitten en dan wordt zo je kop eraf gehaald door die fancy bar ding. Nou ja, dat is dus niet al te vrolijk. Hier is nog helemaal niks gebouwd. Moet allemaal nog gebouwd worden. Het graanveldje hakker vertelt. Wat moeten we er dan nog meer bij vertellen? Nee, laat me even denken. Oh ja, hier nog zo'n karrewiel ding. Het is helemaal niet zo boeiend, maar je kan wel op het dak. Dat is het stoere ervan. Hè. Kijk, ik kan gewoon dik freerunnen. En dan kan je er sneller over een dorpje heen. Ja. De volgende update zal dus dat daar zijn. Met al die gekke bomen. Het zijn dode bomen. Maar het is nu nog niet af. Ik denk dat dat die update zal, denk ik, of als jullie geluk hebben vanavond, of het zal volgende week komen, maar ja, jullie zullen het zo snel mogelijk natuurlijk zien. En die update zal dan Draenor Manor heten. De directies zijn Draenor Village, dat is dit natuurlijk. Velador, dat ligt daar, dat updateje, update nummer 4. Daar heb ik gemaakt, moet ik even checken als je die nog niet hebt gezien. Dat is mooi geluk. En Draenor Manor, dat staat. Dus de volgende update zal update nummer 5, Draenor Manor. Dan zie ik jullie in die video en dan check ik jullie uit later.